Vijf vrienden uit Lollum, Winsum en Waaksens beginnen op 3 november aan de Amsterdam-Dakar Challenge. Een motorrit van 8000 kilometer waarvan de opbrengst ten goede komt aan 3 projecten in Senegal. En zaterdag 8 september organiseren zij in Lollum een benefietfeest om geld in te zamelen. Heren, welkom in de studio Atze Schilstra en Wim van der Haak. Dank je. Wat speelt nou een grote rol? Motorrijden of geld ophalen? De honger naar avontuur en het steunen van een goed doel. Ja. Dat is een combinatie eigenlijk van deze twee dingen. Waarom gewoon niet lekker door onze provincie gaan toeren? Is toch net zo leuk? Ja, de wereld is groter dan alleen de provincie. Ik zie al heel veel van de provincie. En ja, bij mijzelf leeft dit idee al zeker al 15 jaar. En het is eigenlijk min of meer bijna een jeugddroom die werkelijkheid wordt. Ja, wat hebben jullie ervan weerhouden om al eerder zoiets te gaan doen? Nou, eigenlijk... Tijd, geld? Nee, eigenlijk zou ik er nooit bij nooit aan gaan. Nee. De oren heren die draaien van een vierde win al... die hingen het betaald, hè. Ja. En daar ben ik dus en de oren Gerard uit Wezen. Ja. Ik ben er eigenlijk bij, hè. Zij heus vrezen. En hoe is het idee, Wim, hoe is het idee ontstaan? Nou, vufje niet waarom zoek ik het eigenlijk met mijn broer Robin in de auto. Ja. En ik ben altijd wijvers van Le Dakar, zeg maar. We zoeken in de auto en dat kwam er nooit van. En op een gegeven moment heb ik altijd gezegd van jongens, die meest in de auto, dat is leuk. Die motorrijders ben hartstikke gek. Ik ben zelf onder andere motorrijinstructeur en ik ben helemaal gek wat voor motorrijden. En op een gegeven moment iets van, Jen, maar net met een auto, maar voor met een motor. Ja. Ben eigenlijk een omslag, nou moest het niet in. Komt ik toch dingen die vorig jaar in mijn privégebeuren gebeurd zijn. En toen zei ik van, nou, nou zal het gebeuren. Ik zit op een shantycore en daar wie de eerste uitnodiging wie gauw dingen. En dan begint dat baltje al heel gauw erin. Je drinkt aan de bar, drink je pilsje. En dan is het van, hey, dat is voor hem, ik wil wat. Nou, dan hebben we eerst Johannes erbij verregen. Toen kwamen de boer erbij, Atze kwam erbij. Gerard Gredanus kwam erbij. En ja, ze zijn hier op een gegeven moment een voltalig team. Dat betekent... Maar daar zit je nog aan de bar met een biertje. Dat kan me helemaal voorstellen, Atze. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon spijkers met koppen gaan slaan. Of was het al gelijk heel serieus van jullie? Ja, eigenlijk is het eigenlijk vol. Het betekent een opdracht en we gaan ervoor. Ja, en dan gaan jullie met 5 man op de motor naar Dakar? We beginnen met 3 motors. Ja. En 12 in de auto. Die hebben de reserveonderdeel, de bagage mooi. Ja. En dan kunnen we onderwijs kunnen wisselen. Nou, iedereen die het wurg af, weet ik veel, dan 700, hey, wisselen. Ja. En karren. En het doel is, Wim, het doel is, nou ja, een van de doelen is natuurlijk om zoveel mogelijk geld op te halen. Ja, ja. Maar uitrijden is belangrijker dan hoog eindigen, hoe moet ik dat zien? Uitrijden is een must, omdat onze voertuigen, ja, die worden daar verkocht eigenlijk op een veiling. Jullie nemen ze niet mee terug? Nee. Want een doelstelling is eigenlijk, bij mij, voor 400 euro mij wij een voertuiggreepje. Dat hebben we nog enigszins ook knap, voor maximaal 250 euro per voertuig. Ja. En alle voertuigen, dat betekent trein, motoren en een jeep, die letten we daarachter. Die worden daar vuild in Gambia. Ja. En dat yield, dat je dus naar een goed doel. Dat is een project voor weeskinderen. Oké. Nou ja, we hebben geprobeerd om wat sponsors bij elkaar te zieken. Daar hebben we yield voor bij elkaar gezocht. We hebben een benefietfeest hebben georganiseerd. Daar hebben we yield voor bij elkaar gekregen. En die voertuigen die worden verkocht. En dat yield je alle jaar naar een goed doel voor die weesbijen eigenlijk daar in Afrika. Oké. Okay. Weeskinderen in Afrika, dat klinkt allemaal heel nobel. En het zal het ongetwijfeld zijn. Kun je er iets meer over vertellen? Want dat zal niet voor heel Afrika zijn, maar voor een beperkt beeld, denk ik. Ja, misschien nou, ben het bijna, maar ik ben het aan het is in Gambia is het zo, op het moment dat de ouders komen te versterren, dan gaan de band die het oerbleun ben, dan gaan naar de oudste broer daar. Dat is de standaardregel. Als die oudste broer geen yield heeft, ja, de jongens die komen eigenlijk in het arbeidsproces, op stritten, bij bedroon. Mm-hmm. En de famkes, we weten alle rijk wat er mij gebeurt, op jonge leeftijd rijdt ze in de prostitutie. Ja. Ik heb zelf nou mij maken in mijn jeugd, ik vind het eigenlijk een heel verschrikkelijk iets dat dat nog gebeuren kan. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd dat is wel mooi om dat oorscan. En nu is er in Gambia is er een project. En die zorgt ervoor dat er eigenlijk een soort van een maatschappelijk werster komt. En die gaat dus naar die oudste broer daar. En die gaat zeggen van nou oké, daar ben een saffele ben. Wat heeft die ben nodig om een goed leven te krijgen? Ja. Moet er scholing komen? Heeft ze geld nodig om te eten? Dat soort dingen. Ja. Stel voor die oudste broer die heeft wel aardig wat geld. Nou dan kan die eigenlijk geen hulp krijgen uit het project. Okay. Op het moment dat die oudste broer geen yield heeft, nou, dan wordt het yield skonken voor bijvoorbeeld scholing of voor kleren of voor eten, dat soort dingen. Oké. Okay. Atze, waar zit jij het meest naar uit te kijken? Je zit er stiekem over de dag dromen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is gewoon, we starten en dat we heel op de finish komen. Ja. Maar je hebt niet zoiets van straks zit ik in Afrika en ik heb geen flauw idee wat me te wachten staat? Of... Nee, het is gewoon, we zullen wat ruzie zetten. Ja, te meer er komt en het is gewoon, we maken er een mooie reis van en het is een avontuur en het is gewoon, ja, perfect. Oké. Okay. Het is, ja,
Wim, je had het net over van jullie willen geld inzamelen. Hoe staat het met de inzameling? Hebben jullie al voldoende geld ingezameld? Nee. En we hopen van harte dat de meesten die sugar naar deze uitzien horen, u zegt nog wat stiepje willen. We hebben dus een x-aantal sponsors, hebben ze vier keer, die hebben bij elkaar €3.000 op tafel witte te krijgen. Tenminste, dat is dus daar zijn. Ja. Het project heeft €4.000 nodig. En we hebben zijn, dat willen wij proberen te dragen. We hebben de benefietsfeest georganiseerd. Nou, daar hopen we ongeveer, naar alle rekeningen die er al binnen, ongeveer de €400 noer te houden. Dat betekent nog dat wij echt eigenlijk willen een €1.500 nodig hebben om het goede doel vol te krijgen. Okay. Dan praat ik dus net eigenlijk over onze vakantiereis, zeg maar. Nee, dat betalen we al zelf. De motoren hebben we zelf betalen. De jeepen zelf betalen. De vliegreis waar we om hebben betalen. Maar die €4.000 voor het project, die willen wij graag bij elkaar krijgen. Nou. Er zitten mensen thuis te kijken. Ik ga even met mijn hand op beeld, sorry. Er zitten mensen thuis te kijken en denken, ik wil er best wat geld in stoppen. Hoe kunnen ze dat doen? Rekeningnummer 54 080 56 ING. Ten name van W. van der Haak. En dan zwaar wij dat er bij de stichting eigenlijk terug te komt. En wij zijn met elke euro ben wij heel blij. Het hoeft net te zijn dat mensen zeggen, ja, dan met €50 in en nee. Elke euro is hartstikke welkom. Nogmaals, het is net voor u persoonlijk. Maar het is eigenlijk voor het project in Afrika voor de Weesman. Oké. Okay. 54 080 56 van de ING. Waarvan achter. Ik dank jullie zeer hartelijk voor jullie komst. Sowieso een hele plezierige reis, maar kom in ieder geval weer veilig terug. En succes met inzamelen van het geld. Hartstikke bedankt. Okay. En weer reis, man. Dank u wel.